verrassing dan, hè? Want staan met niet helemaal achter mijn auto. Oh, toch wel? Ja, anders ging je weer. Ja, zo gaan we. Voor je. Waar ben je? We hebben nog wat voor je. Even een getje doen. Pyjama voor vandaag. Oh, geweldig. Die mag je er even aantrekken. Moet hij hier overheen of zo? Ja, ik kan er overheen. Ik heb hem groot gekocht. Dus op de groei. Ongeveer passend. Ja, maar als ik een andere truitje aan of zo, dan is het wel wat makkelijker. Wat zeg je? Of ik doe even een ander truitje aan. Nee, die kan prima zo, joh. Dat merk je vanzelf. Dan kom ik. Kom, help je er wel even in, zeg maar. God, help me. Wat is het eigenlijk, een gekje doen, Jan? Ja, maar je hebt gewoon een. Hij is wel een beetje. Nou, hier. Enige tegenspraak. Dat is mooi. Ik kan hem ook alles doen. Je borstpartij komt helemaal bovenuit, man. Je hebt natuurlijk nog een broek. Hij was hem. Ja, dat is wel heel rustig dan. Je hebt geen andere plek. Je weet wat je mij aangedaan hebt, dus er komt nog meer, hoor. Moet je die zo aandoen? Nou, hey, sexy. Wat een relaxe broek dit, joh. Dat staat perfect. Kan je ook naar. Ja, we dachten eerst in een Feyenoord pakje, maar. Ja, dat was, de club Feyenoord was niet zo. Oh, dit is nog niet die Aussie. Nee, die komt hem nog niet. Hij is groot zat, hè? Misschien moet je dat wat hoger optrekken. Tot je oksels. Ja, je kan het natuurlijk niet missen, hè? Zo. Alsof hij dit altijd al opheft in de zin. En nou blijkt dat dit zijn kop is. Hij was eigenlijk van Ilsa die. Ja, dat bedoel ik. Dit was maat XXX, toch? Ja, ik kan het zeggen. Maak het thuis. Oh, kijk. Ja. Ja, goed, hè? Oh, kijk. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, jongens. Maak je water ook. Mooi, hè? Er zit even het licht in. Ja, en het zit erbij. Oh, er zit een draadje los. Dat kan natuurlijk niet. Wat een beetje heel mooi. Het is verschrikkelijk. Hier, hè? Dat is wel een beetje raar. Dat shit moet natuurlijk wel vol met naam, hè? Dat snap je wel, hè? Oh. Hij toch helemaal in de spotlight zo, jongen. Ja, ja, is dit, je moet je zelf verstaan. Wat je onder hebt, is een beetje een dingetje of. Ja, ik bedoel, hang er even een krant op ofzo. Ja. Weet jij wel of het een probleem met Vassel en die deed ik samen met jongen? We zijn even de camera halen. Even weg. Anders wordt je een shirt van af. Het wordt steeds mooier. Uh-huh.
een paar eenvoudige opdrachten voor je. Dus stel niet veel meer. Dus kamer 1 achter zullen we doen. Even meekijken. Hier is je afvinkstiefjes. Ik heb nog eventjes nodig. Als we op dag in staan, dan ga ik even schrijven. Ofwel bukken, Ket. Nou, je hebt hier een lijstje, broer. En we verwachten eigenlijk dat je dit gaat uitvoeren. We lopen een beetje met je mee. En als het te beschamend wordt, dan duiken we even weg. Maar we verwachten wel dus bij punt 1 dat punt 2 er ook aan toevoegt. Oh ja, je hebt die. Ja, precies. Ja. Ja. Dus. Ja, voor opdracht 3 hebben we minimaal 50 wat, handtekeningen. Voor opdracht 3 hebben we nog. Ja, moet die opdrachten maar even op. Een gekje doen, een nachtkusje krijgen, kussen kopen, om laten roepen uit het Spollenland. Knuffel kopen, geeltang, afwas borstel koffie en gebak voor ons alle halen. mensen helpen met het inladen van de lading. Ja, dankjewel. Laat het de hele dag staan. Ja, dus kom op wel. Hij helpt, denk ik. Dat zijn wat opdrachten, hoor. Ik heb nog een nachtkutje nodig. Ga maar rustig. Ik heb een nachtkutje nodig, ja. Oh, het is Smolland. Oh ja, Smolland. Nou, de eerste opdracht. Smolland. Smolland. Ja, ik zeg Smolland, maar het is Smolland. 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 Een paar biertjes in kappen misschien. Maar ik kan daar ook op vragen. Hey, kijk dan. Dat is fijn. Ga het draaien, kwart lat. Hij slaapt nogal veel. Oké. En bij ons in de groep hebben we daar een werkwoord van gemaakt. Een gekje doen. Dat is even een kort slaan van 10 minuten. Ja, ja, dat is ook een gekje doen. Ja, dat is een ja, dat is een dag. 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 Ja, dat is een ja, ik weet het, dat is de eerste opdracht. Ik gewoon direct doen. Ah, je kunt niet schamen of het Jan heel normaal is. Kijk deze camera op hoor, jongetje. Even blijven staan. Ik volg hem een leuke steeds. Zullen we even om me heen gaan staan en vraag om een foto te maken? Ja, vraag om een foto te maken. Een beetje overeind zitten, gaat Jan, anders kunnen ze jou niet zien. Ja,
alleen nog koffietalen. Dus dan beneden haak ik gewoon het handtekeningetje. En een halfmaker. Ja, ik heb geen haast in dit geval. Hey, hier heb je wel meer kansen van. En wil je soms wel een kopje halen? Ja, hoeveel? Ja, dat moet je vertellen. Echt gepakt. Zo? Ja. Succes! Zit daar geld op te krijgen? Nee, maar ik krijg een korting. Nee, maar je hebt geld op. Nee, maar ik heb wel een portemonnee bij me. Nee. Hè? Huh? Hierbij, hè? Inleven. Inleven. Ik heb gewoon een portemonnee bij me. Inleven. Hoezo? Nou, je, maakt, je moest alles inleveren. Ik hoef er niks in te leveren. Ja, de telefoon. Nee. Hij heeft zijn spullen nog, maat. Hij heeft zijn portemonnee, zijn telefoon, alles heeft hij nog. Maakt niet uit dat ik had twee telefoons. En ik heb er nog één. Nu heb je niks meer in je zak. Ja, dat weet ik niet, hè. Nou, moeten we je op de kop zetten? We hebben die appel gebakken, toch? Ja. Hij doet een ander gebakje. Net zijn heel wat. Ja, klopt. Daar zijn ook nog. Daar zijn ook nog. Daar zijn ook nog. Daar zijn Vergeet niet dat ik onder handtekening heb gedaan. Hij heeft geen opdracht. Even kijken. Party, het is nu eerst een Gretje doen. Ik vind het leuk. Reageren delen. Ja, die moet je ook even bij je houden. Want dan moet straks een kusje. Gelukkig, ik weet niet wie hem heeft gemaakt, maar even niks.
slapen met ze. Kijk,
Goed zo, Gretje. Kijk, er staan gewoon 2, 4, 6, 7, 8 We gaan even uitleggen wat we ongeveer gaan doen en hoe we dat gaan doen. En dat kan ik het beste doen als jullie allemaal even de aandacht mee willen vestigen. Ik heb als groepen die gaan heel veel met elkaar in conclave. Ja, wat doe je eigenlijk? Wat doe je eigenlijk? Nog een panda op zijn buggy. Kijk, dat is allemaal service, hè? Dan moet je nog mee. Ik heb hem helemaal niet meer opgehaald, ik zag er niks meer door, ik heb hem opgehaald. Ja. Absoluut. Hij gaat de slag aan de wind. Ja, ja. De eerste beste was in de juiste pop. Het koud. Ja, helemaal gelijk was de toon. Ja, ja. Zo mooi dat het gewoon echt poeken weer is. Ja, lekker. Ik vond helemaal zeiknap. Ik was meteen helemaal zeiknap. Ja, wat gingen jullie? Jij reed dat. Jij ging er in de klas heen. Ja, vanaf het begin meteen. Ja, ogen, je hebt allemaal zo'n te jagen. Ik zag helemaal niks meer. Yo! Nou, die camera maar even weg.
Thank you.
zo. Dag. Ik ben hier een korte bocht. Zo werkt dat niet. Een ruzie of zo. Nee, moet doorgaan, jongen. Ja. Laat je alle hoekjes in. Oh nee, hoeken. Hij wil niet helemaal meer open. Hij helpt me, denk ik. Is er wat zand tussen? Zo, hè. Zo, we gaan. Wat gezellig, hè? Wat is het eigenlijk? Nou, die voor die buggy is geknipt. Ja. Jij nog een tijgerepje vastgemaakt. Maar dit is wel handig voor die bril op een gegeven moment. Toen was hij nog redelijk droog. En toen kon ik met die pootjes even zo. Dat werkte best prima. Dus, ja. En daar was ik helemaal echt in wal, zei ik dan. Nee, in het begin kon ik ook nog een beetje met mijn handen wegvegen. Maar toen waren op een gegeven moment wij handen zo smeerd. Het werd alleen maar erger. Dat is wel jammer. Daar moet je echt iets op verzinnen. Gewoon van die helmen erop. Ja, dat is er niet. Dit was gewoon een gewone plexiglasbril om fietsen. En dat werkt eigenlijk nog wel het beste. Ja. Nou, het beste was gewoon... Het is onderin. Ja, maar je moet geen vaste straal gaan houden. Ja, maar ja, dat is wel. Ik wilde net gaan wappelen. Dat moet er niet meer. Wappelen? Moet er wel in. Het staat in de brand. Ja, pa, dit is zo. Hij doet geen even de wind kijken op het water.
je nou brandbeveiliging wil, dan zou ik dit aanraden. Moet je kijken, dat werkt helemaal niet. Ja, dat werkt niet, hè? Ja, joh, dat gaat niet. Ze hebben wel, zitten onderin wel wat hier. Nee, hij moet, die eerste moet hij naar binnen. Het eerste speeltje naar binnen. Dat is voor je spies. Voor een hele lange spies. Voor je hele kip. Hij maakt spies. Kip van de buren. Ja, precies. Zo, nee, eentje naar links. Zo, ja. Zo, ja. Nou, dat was het. Ja, dat is een leuk. Ja, serieus. Ja, maar. Hoe werkt het nou maar? Dit raar. Wat ben jij maar, joh. Ah, dat is deze afgelast. Zegt de padvinder van de eerste uur. Kijk maar, lekker geurtje over het vlees. Dat gaat de dekker met mij. Maar echt heel weg. Ja. Ik wist echt helemaal niks meer. Jij hebt me op bed gelegd, geloof ik. Ik heb een dag in mijn bed moeten liggen. Want, ik zat op mijn werk, ik weet nog wel, toen ging ik naar mijn werk toe 's ochtends. En toen op een gegeven moment, ik zat echt op mijn werk. Wat doe ik hier eigenlijk? Echt, ik zat helemaal te tollen. Ik denk, nou, ik ga maar weer naar huis doen. Ik zeg, jongens, ik ben het weer terug. Ja, maar drie of vier dingen allemaal. Vallen we nog wat een biertje gedronken of zo? Twee glazen wijn erop. Twee glazen wijn. Niet heel te lang houden, anders zijn we de rest van de avond kwijt. Maar, ja, pak maar uit. Maar ik weet nog niet wat dit. Nee, we gingen vroeger wel eens fietsen. Daar ook zo van lopen. Gewoon in het motto van het fietsen van. Gingen we wel eens fietsen en dan gingen we ook wel zwemmen en zo. Dus we gingen heel vrolijk naar het Kristalbad toe. En dan gingen we naar het bosbad toe en zo. En toen heb ik wel eens aan Gert-Jan gevraagd van, hey, kan je dit ook? Mag het even voordoen? Hij weet het nog wel. Ging helaas niet helemaal goed. Maar toen kwamen we bij de HBO en zo, dus toen kwam het wel helemaal goed. Dus, wie jij ook? In ieder geval, dat, dat fietsverhaal, maar we hebben er heel veel leuke dingen meegemaakt. Dus, ging dat helemaal goed. Dus, ik heb er even een zussertje bij geplakt die wel toepasselijk is. Dat kwam weer helemaal goed. Nou, en dan, we deden nog meer met Gert-Jan. We gingen ook nog wel eens weekendjes zo. En ik heb op mijn bruiloft ook wel iets meegekregen van, dit gebeurde op het weekendje weg en dit ging mee in je bus en zo en een winkelwagentje achterin en zo. Maar ja, dan zou ik even laten zien wat Gert-Jan ook bezig hield onder het verblijf in Center Parks en zo. Okay. Er is al wel iets gekomen. En we hebben nog wat foto's erbij, zodat het echt duidelijk is dat Gert-Jan daar ook echt wel van die hele tijd bezig was. Dus alsjeblieft, jongen, geniet ervan. Van je foto kan ik me niet herinneren, hoor. Nee, maar... die wat bewaard, hè. Wie is dat? Dus ontkennen kan je niet. En veel leesplezier. Dankjewel, hoor. Een leesplezier, zegt hij dan. Ja, ja. Goeie verhaal. Nou, ik heb mezelf even doorgekeken. Het is meer lezen dan dat het... Ja, liplezen, zie ik. Geef dan klap die middelste eens even uit. Hey, liplezen toch, Chris? Die middelste? Die mooie plaat. Ja, wat is jij nou eigenlijk voor foto's toen voor je vrouw zelf? Die 65 op 65. Dat vindt hij ook. Ja, dat is laat. Ik heb ze hier nog een keer voor... En wat heb je voor plaatjes achterop dan, Geestje? Nee, achterop. Ja, die blijven wijzen geloof ik wel. Ja. En die plaatjes achterop. Het is wel zo, dat is zonder gekheid, Maarten heeft Martijn bijna een keer op 400 euro. Ja, zeg ik tegen Martijn, oh, kom een mooie bocht aan, gas, en die bocht, zet hem aan. Nee, dat was Ronnie Tober. Robin Nijstober. Oh, wacht even. Robin Tober. Nee, Rob de Nijs. Lieve dan. Wie? Tegen Zolder. Dat is echt mooi. Ja. Nog een keer. Dat er niet te eerder. Wat een hit. Je hebt een dag vol in, hoor. Oh. Ja. 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 Ja.
alles al zelf. Niet zo gematigd, hè? Ja, geslaagde dag, hè? Ja. Lekker weer. Tafel voor lunch. Dus, Nou, ja, en wil je luisteren door hebben, kom rustig even langs. Na 4 weken mag het nog en daarna zal het zo weer. Ja, dat is ook wel. En dan heet het vreemd gaan. Ja. Heb je nog stempels? Heb jij nog wat stempels over op je rittenkaart? Ik heb er nog 5 uur, denk ik. Nee. Oh, die zijn juist gelopen. Ja, die zijn juist gelopen. Dat zie ik ook maar ervaren. Ja. Niet lachen. Hey, de fotograaf komt zo. Hij is open. Oh, het komt zo door. Ik ga even kijken of ik nog een jongetje ben. Oh, veel te veel licht. Overbelicht nu. Worstjes liggen daar. De worstjes liggen op het schap hier, joh. Gekje gaat een gekje, joh. Ja hoor, gekje. Ik heb gewoon...